Aankomende zaterdag staat voor Sparta Rotterdam onder 19 de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma. De ploeg van trainer Paul Simonis reist met veel vertrouwen af naar Rotterdam-Zuid, want eerder dit seizoen werd deze derby al eens overtuigend gewonnen. Vorige keer wonnen wij daar natuurlijk 3-1 op Varkenoord. Die zullen ze niet vergeten zijn, wij ook zeker niet. Het is ook weer voor ons met die nieuwe samenstelling heel interessant hoe we ons kunnen houden tegen zo'n toptegenstander. Dus ik kijk er enorm op vooruit en spelers ook. De onder 19 maakt een goed seizoen door. Een mooie eerste seizoenshelft waarin er werd meegedraaid in de top van de competitie. En een prima vervolg aan het begin van 2019. Iets waar Paul Simonis trots op is. Een hele interessante ontwikkeling hebben er plaatsgevonden. Een aantal spelers die zijn doorgeschoven. Dus die hebben onder 19 veel minuten gemaakt en zich van hun beste kant laten zien. En het mooie is dat onze onder 21 elftal jong speelt op een fantastisch niveau om de volgende stap te kunnen maken. En we hebben nu, zeg eventjes structureel, daar 5-6 jongens mee spelen steeds. Dus dat biedt ook kansen voor nieuwe spelers bij ons in de groep om een basisplaats te verkrijgen. Ja, dus die ontwikkeling is hartstikke mooi. Dus enerzijds dat je dus met elkaar een hartstikke goed resultaat hebt neergezet de eerste seizoenshelft. En nu nieuwe spelers kansen krijgen. Een van de spelers die de afgelopen tijd veel vertrouwen heeft gekregen is Jason Meerstad. De middenvelder is bezig met een goede ontwikkeling onder leiding van Paul Simonis. Op dit moment sta ik er goed voor. Veel zelfvertrouwen gekregen. En speel nu basis in de onder 19. Ja, en dan zaterdag de derby tegen Feyenoord. Dat zijn altijd speciale wedstrijden, hè? Ja, zeker. Omdat het een topclub is. En het is natuurlijk een derby. Dus die wil je juist extra winnen ook nog. Leeft dat echt in de groep, hè? Dat het een derby is en dat je die extra graag wil winnen? Ja, je ziet wel dat er meer focus. Gewoon, je bent wel echt gebrand om die nog extra te winnen. Als je nu even kijkt naar die opzet, hè, met die top 8. We hebben nu tot nu toe 3 wedstrijden gespeeld en elke keer zijn die wedstrijden tot de laatste minuut spannend. Nou, dat is wel iets wat ik sowieso verwacht. Dat er gewoon 2 ploegen staan die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En waarin gewoon het willen winnen enorm zichtbaar is op het veld. Dus dat verwacht ik wel. Ja. Je treft bij Feyenoord Dirk Kuyt. Je gaat met hem in dezelfde klas zitten bij de coach betaald voetbalopleiding. Is dat nog een extra puntje voor jou om gelijk te laten zien wie je bent? Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. We hebben vorige week, of afgelopen zaterdag, hebben we tegen NAC Breda gespeeld. Daar is Willem Wijs trainer. Nou, die is ook aangenomen voor de cursus coach betaald voetbal. Ja, je hebt het dan voor de wedstrijd er even over. En dan wordt het natuurlijk ook een beetje een prestigestrijd onderling. Hoe sta je erom met je ploeg? En het is altijd leuk om dan tegen klasgenoten te spelen. En in het geval met de aankomende zaterdag is dat ook natuurlijk super interessant om je van je beste kant te laten zien. En dat is ook, dan zit je ook met een nog lekkerder gevoel straks op die cursus als je boven je concurrenten eindigt. Ja.